Ja, goedenavond. Hier zijn we weer met onze maandelijkse COM-webinar. Fijn dat jullie er zijn. Er zijn al heel wat deelnemers weer aangesloten. En Stefan staat klaar om zijn lezing te geven. Stefan Meutermans, jullie kennen hem van de vorige twee webinars. Eén was samen op weg naar een stralend gezonde mond. Bijzonder interessant. En een andere webinar die hij had over, ik kan het wel alleen, maar niet heus. Dat je in een team moet werken om de zaken goed voor elkaar te krijgen. Vanavond krijgen we de titel, we worden het meest verblind door de zaken die we het minst in twijfel trekken. Nou, daar gaat Stefan uitgebreid op in. Maar heeft veel te maken met de psychologie van de patiënt zelf. Vragen die je niet stelt, maar eigenlijk zou moeten stellen om mislukkingen, verrassingen en tekortkomingen te voorkomen. Even een leuk nieuwtje. We hebben dit jaar weer een COM-symposium. Jullie krijgen daar nog aankondigingen van. Dat is op 23 oktober in het Bomencentrum in Baarn. Ik zal het kort houden hierbij. We zijn druk in gesprek met VWS. Er gaan nog veel dingen gebeuren. De ruimte voor kwaliteit is nog niet helemaal in zicht, maar wel een beetje. En met name mensen als Stefan en andere webinargevers die we hebben gehad. En jullie natuurlijk als COM-leden staan we sterk om het toch voor elkaar te krijgen. Het gaat niet om een verrichting met een tarief. Het gaat om een houding, het gaat om ethiek en het gaat om de waardering daarvoor. Niet de waardering van de overheid of van een verzekeraar, maar de waardering van je patiënt. Daar wou ik het even bij laten. Stefan, ga je gang. Ik ben reuze benieuwd wat je ons vanavond te vertellen hebt. Goedenavond, dames en heren. Dankjewel, Hans, voor deze derde mooie inleiding. Inderdaad, dus de band die wij opbouwen met onze patiënten. Ik denk dat ongeveer elke website van tandartsen die je bezoekt, daar staat opgeschreven, wij kijken niet alleen naar de tanden of naar de mond, maar wij kijken ook naar de patiënt achter de mond. En daar wil ik het vanavond eigenlijk over hebben. Dus hoe ga je om? Wat is die patiënt achter de mond? En wat gebeurt er als er op het psychologische vlak dingetjes niet helemaal lopen zoals ze dat gewend zijn? En wat zijn daar dan de gevolgen voor in de mond? Dus de invloed van psychopathologie op de mond. Uiteindelijk hebben wij een mandaat gekregen. En eigenlijk is het toch wel een monopolie. Wij zijn eigenlijk de enige mensen die in een mond mogen werken, de mondzorgverleners dan. Dus dat zijn dan de tandartsen, de mondhygiënisten, de tandprothetici en de assistentes. Maar wel heel erg specifiek in die tandheelkunde. En andere mensen komen daar eigenlijk bijna niet in. En wij zijn op een bepaalde manier gevormd en opgeleid. En daarom is het dus wel belangrijk dat wij ook andere kennis hebben dan alleen maar er gebeuren gekke dingen. Ben ik, ik denk dat ik door kan gaan. Ja, oké. Dus ja. Stefan, ja? Je kunt doorgaan. Ik wou eigenlijk even de camera aanzetten, maar we krijgen geen toegang tot de camera. Dus de opname is presentatie met geluid. Oké, perfect. Daar heb ik geen problemen mee. Oké, dankjewel. Ja.
Dus psychologie en tandheelkunde. Het eerste waar we ons van moeten vergewissen is dat wij allemaal een bepaalde blik hebben op de werkelijkheid en dat die blik gekleurd is. Dus we zien wel de dingen die zijn zoals ze zijn, maar toch door een gekleurde bril. En dat zijn al onze patiënten. Die zijn op een bepaalde manier staan die in het leven. En wij behandelen iedereen. Dat kan gaan van een balletdanser tot een yogadocente, tot een piloot, een ingenieur, de poetsvrouw. Alle patiënten die hebben een bepaalde vorming meegekregen en die kijken op hun eigen manier naar de werkelijkheid. Ook zorgverleners kijken op een bepaalde manier naar de werkelijkheid. Het is nogal een verschil of je als arts bent opgeleid of als psycholoog. Dus dat zijn dingetjes die verschillen. En op die manier ga je dus op een andere manier kijken naar zaken. Wij zijn allemaal gevormd en wij denken dus inderdaad dat wij neutraal en objectief kijken. Maar wij zijn biologisch medisch gevormd. En dat zijn heel vaak dingen waar wij dan een affiniteit mee hebben al heel erg jong. Dus ik was op mijn 12 jaar al geïnteresseerd in wetenschap. Terwijl vrienden van mij op dat moment geïnteresseerd waren in voetbal of in muziek. En dus op die manier kies je een weg, de weg van de minste weerstand. En ga je die dingen kiezen waar je interesse voor hebt. En dat pad ga je op. Maar je kunt natuurlijk, dus ook die biologische medische wetenschap, die verandert. Dingetjes die heel erg lang geleden voor waar werden aangenomen, zijn ondertussen veranderd. En wij zelf, dus de dingen die wij nu verkondigen, zullen over 100 jaar waarschijnlijk ook minzaam met een lachje bekeken worden van, och, waar stonden jullie toen? En je hebt dus ook een psychosociale bril. Dus dingetjes waar wij niet echt in geschoold zijn, maar die wel van belang is. De andere factoren waar Hans natuurlijk heel veel over praat, is natuurlijk het cultuurhistorische kader waarbinnen wij functioneren. Dus, en ook het politieke kader. Dus met een NZA en zorgverzekeraars die ons proberen ook te beïnvloeden en op een bepaalde manier ook kijken naar ons vak. Dus dit zijn eigenlijk 6 manieren om te kijken naar ons vak. En we worden dus inderdaad het meest verblind door die zaken die we het minst in twijfel trekken. Dus wij zullen onze biologische medische achtergrond nooit in twijfel trekken. Maar toch kunnen we daar een aantal zaken mee missen. En wat we dus eigenlijk zeggen, of we kunnen besluiten, is we zien niet de dingen zoals ze zijn, maar we zien de dingen zoals wij zelf zijn. Ik ga beginnen met de eerste casus. Dat is een jonge man die bij mij in de praktijk kwam, Huub. En hij is al vanaf de basisschool niet meer bij de tandarts geweest. Huub meldt zich bij mij in de praktijk op zijn 27. Hij heeft flinke caviteiten in het bovenfront. Hij heeft heel veel plak- en tandsteen. En Huub wil nu weer het juiste pad opgaan. Hij zegt dat hij weer alles moet leren op het gebied van zelfzorg. Dus hij krijgt een instructie stokers. En Huub gaat een week bijhouden wat hij allemaal drinkt en eet. In verband met de flinke caries die hij heeft ontwikkeld. Er worden recepten meegegeven, een mondspoelmiddel. En hij gaat hier 10 dagen mee spoelen. Er wordt gepolijst. En de volgende keer gaan we de mond schoonmaken. Dus we beginnen met Huub zoals we dat bij iedereen beginnen. Vanuit microbiologisch, biomedisch perspectief. We stellen caries vast, we stellen parodontitis vast. En we gaan van start. We doen onze risicoanalyse, zoals ik dat in de eerdere webinars heb beschreven. Caries, parodontitis, occlusale problematiek. En we gaan aan de slag. Een tijdje later is er door de mondhygiëniste gereinigd. Bovenkaak en onderkaak. De mondhygiëne ziet er al een stuk beter uit. Hij heeft gespoeld met PerioAid. Hij moet nog veel beter de stokers gaan gebruiken. Hij zit al iets beter in zijn vel. Hij durft alweer soms naar de kroeg te gaan en met mensen te praten. Hij is heel erg blij met de tanden die ik dus eigenlijk in mijn naïviteit op dat moment heb opgebouwd. En de volgende keer gaan we reinigen. Vervolgens, 2 jaar is Huub niet meer in de praktijk. Hij is 2 jaar niet meer geweest. In 2010 reageert hij nog steeds niet op oproepen. En zoals dat dan bij ons in de praktijk gebeurt, wordt hij uitgeschreven.
2011 meldt hij zich weer en wat blijkt, Huub heeft hele ernstige angststoornissen. Hij heeft zijn tanden al jaren niet gepoetst. We overwegen om eventueel een aanvraag in te dienen bij de zorgverzekeraar voor bijzondere tandheelkunde. Blijkbaar is Huub nu onder begeleiding. Hij woont niet zelfstandig. Helaas kon de begeleiding niet meekomen. We gaan eventueel een vervolgafspraak maken voor een behandelplan op te stellen. En we willen dus eigenlijk het cirkeltje waar we in zaten weer herhalen. Maar toen kwam plots de vraag van Huub, kun je van sperma gaatjes krijgen? En dat was toch een trigger waar we met z'n allen achterbleven hangen. En we zeiden van, oei, dit is wel een hele bijzondere vraag. Hoe moeten we hier mee omgaan? En wat blijkt, Huub kijkt niet door een bepaalde bril, maar Huubs bril is stuk. Huub is namelijk psychotisch. Ik bel zijn begeleiding en zij noemt hem haar Mowgli. Dus Mowgli refererend naar het figuur uit de Jungle Book. Want wat is het geval met Huub? Huub heeft eigenlijk nooit een sociaal kader gekend, heeft geen opvoeding gehad. Zijn moeder was altijd afwezig. Hij had geen normaal dag-nachtritme. Werd ook niet naar school gebracht. Dat moest hij zelf regelen. Eten moest hij zelf regelen. En dat kende hij niet. Hij kon ook zich sociaal niet overeind houden. En als hij dus ergens iets moest gedaan krijgen van mensen, dan deed hij daar seksuele handelingen voor. Dat noemde hij dan zijn vrienden. En die zorgde dan dat er eens een keer een formulier werd ingevuld of dat soort zaken. Maar hij had dus was totaal psychotisch, die jongen. En totaal verwaarloosd en sociaal totaal ontaard. In 2012 komt hij weer bij de mondhygiëniste bij ons. Treurig, hè, dus weer tandsteen moeten verwijderen. Ik heb toen 4 extracties uitgevoerd. Hij poetst nooit, dat vergeet hij. Hij kent dat niet. En hij zou dan over 6 weken retour komen. Vervolgens komt hij met de mededeling dat hij testikelkanker heeft ontwikkeld, dat hij is uitgezaaid naar de longen, dat dat nu onder controle is. Rolf, onze tandprotheticus, die gaat afdrukken maken voor een prothese in de bovenkaak en hij wordt dan doorgestuurd naar de kaakchirurg voor een volledige extractie van de bovenkaak. En de begeleiding wordt daar dan van op de hoogte gebracht en meegestuurd. Vervolgens heb ik contact gehad met de psychiater die Huub begeleidt en ik heb ook Eelco Hakman ingeschakeld. Beste Eelco, ik ben net gebeld door zijn behandelend psychiater en hij is belast met misbruik en heeft een cannabisverslaving. Hij is zwaar psychotisch, maar volgens de psychiater zou dit geen beperkingen moeten opleveren als de behandeling gebeurt door iemand die daar ervaring mee heeft. Hij heeft me zijn nummer gegeven. Misschien is het mogelijk dat jij hem belt. Ontzettend bedankt. Dus Ilko Hakman neemt contact op met de psychiater. En samen als twee collega's komen ze overeen. Beste Stefan, ik heb op jouw verzoek overlegd. De psychose is diep en chronisch. Dat heet dan schizofrenie. En opvallend is de stellingname van zijn behandelaar dat hij niet nog psychotischer kan worden dan hij al is. In zijn visie is dat een vrijbrief om alles te doen. Blijft staan dat een vaste lichaamsvreemde voorziening zeer onvoorspelbare reacties kan opleveren. Dus zal uitsluitend aan uitneembare voorzieningen gedacht moeten worden. Natuurlijk is een ondernarcosebehandeling beter. Voor Joris schijnt het erg belangrijk te zijn dat hij zelf regie over zijn lichaam houdt. Dus hij moet zelf over die narcose beslissen. Dat hij nog steeds in de prostitutie werkt, dat had ik zelf niet in de gaten. Dus in mijn naïviteit had ik gedacht van, nou ja, dat zijn handelingen die hij verricht, maar dat blijkt dus inderdaad ook een professioneel karakter te hebben. Moet hij wel wat aan zijn gebit doen? Dus de vraag blijft of dat ik dat zelf moet gaan doen, of dat we een centrum bijzondere tandheelkunde moeten inschakelen. Alles overwegend zou Hakman adviseren om het daaronder te brengen. En warempel, dan op een bepaald moment verdwijnt onze patiënt een aantal jaren uit beeld. En vorig jaar, januari, meldt hij zich weer bij mij in de praktijk. Meldt zich met een ontsteking in de onderkaak, een absces uitgaande van de 4-5. Hij woont nu zelfstandig, de begeleiding komt regelmatig langs. Hij wordt nog steeds psychiatrisch begeleid, heeft antipsychotica, die zijn goed ingesteld. Hij heeft iets meer rust in zijn leven, gezondheid is stabiel.
die kankers, toen ik in zijn ogen keek, toen begon hij zo te kijken van kanker. Dus mogelijk heeft hij dat in zijn psychose ervaren dan wel verzonnen. Er was in alle geval geen sprake meer van kanker op dat moment. Zijn bovenprothese die is hij ondertussen verloren. Hij heeft geen behoefte aan een nieuwe. Er is hyperkeratose op het palatum waarneembaar. En hij geeft aan dat hij geen besmettelijke ziektes heeft, maar daar is hij recent niet meer op getest. En we gaan over tot de extractie van de 4-5. Dit is Huub in 2013, dus laat ons zeggen op 27-jarige leeftijd. Dit is Huub in 2019, dus begin 30. Dit zijn de klinische foto's, bovenkaak, onderkaak, begin 30. Dus mijn vraag is, wat is hier de diagnose? Is dat iemand die lijdt aan caries? Is dat iemand die lijdt aan parodontitis? Kunnen we spreken van occlusale problematiek? En is dat een diagnose of is dat een symptoom? Zijn dat symptomen, dus eigenlijk gevolgen van onderliggende problematiek? En in dit geval dus een zwaar psychologisch getraumatiseerd individu. Dus restauratieve tandheelkunde, het is een prachtig vak en ik oefen het heel graag uit, maar mijn stelling is altijd patiënten die de grootste behoefte hebben aan restauratieve tandheelkunde, komen er vaak het minst voor in aanmerking. En wat je dus moet doen als je iemand gaat restaureren, dus net zoals ook bij deze patiënt, dat ik in het begin gewoon begon met caries te herstellen, dus is een goede diagnose. En in dit geval ligt deze diagnose dus niet op het biomedische vlak, maar op het psychosociale vlak. En dit is dus inderdaad het systeem wat jullie van mij kennen. En we gaan het vandaag hebben over visie. Dus een andere visie dan wat we tot nu toe gemeen hebben. Dus dit is gebaseerd op een biopsychosociaal model. Dat zijn dus twee hoogleraren die mij hierin gevormd hebben. Paul Verhagen en Ilko Hakman, allebei uit de psychotherapie. Ze hebben allebei prachtige boeken geschreven. De eerste, Paul Verhagen, die heeft een mooi boek geschreven over intimiteit. En intimiteit is dan niet in het koppel, maar intimiteit eigenlijk de relatie met je eigen lichaam. Dus dat we daarvan aan het vervreemden zijn en op die manier eigenlijk daardoor signalen missen. En dat zijn ook dingen die je in de tandheelkunde met regelmaat van de klok vaststelt. En Ilko Hakman is bekend van het boek Een Nieuw Gezicht. En beide zijn het dus eigenlijk bruggenbouwers. Bruggenbouwers die ons proberen door een andere bril te laten kijken. En daar op die manier dus eigenlijk voor zorgen dat we een bredere kijk krijgen op onze patiënten. Het boek Intimiteit, de aanleiding om dat te schrijven door Paul Verhagen, was eigenlijk een toename die hij ziet maatschappelijk in onverklaarbare aandoeningen, onverklaarbaar vanuit ons biomedisch perspectief. Dus een toename van auto-immuunziekte, een toename van chronische pijn, chronisch vermoeidheidssyndroom. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met gebrek aan afstemming op ons eigen lichaam. En wat hij dus probeert te doen, is dus die twee brillen, dus de twee perspectieven, om op twee manieren te kijken naar hetzelfde probleem. Dus vanuit het biomedische perspectief, maar ook vanuit het psychosociale perspectief. En op die manier eigenlijk het lichaam te gaan benaderen. En daarvoor moeten we eigenlijk onze eigen bril en de vorming van onze eigen bril onderkennen. En dat gaat eigenlijk terug op de definitie van lichaam en geest. En dat gaat eigenlijk al 2500 jaar terug, want wij hebben dat in onze westerse maatschappij meegekregen van Plato. En Plato had dus eigenlijk zijn persoonlijke beeld, waarin dat hij dus inderdaad ook een onderscheid aanbrengt in lichaam en geest. En dat onderscheid, of dat dualisme, dat is allerminst neutraal te noemen. Dat is, daar zit een hiërarchie in en de logos staat bij Plato bovenaan. En de buik, vooral de onderbuik, moet eigenlijk gewantrouwd worden. En dat was zijn blik, die is ondertussen dus uitgegroeid tot ons psychosociaal of onze psychosociale bril, hoe wij nu maatschappelijk kijken. Dat is vervolgens door de katholieke kerk overgenomen. En dat wordt eigenlijk daar nog eens een keertje versterkt. Dus de ziel is veel belangrijker dan het lichaam. Het lichaam is eigenlijk bron van zonde en boetedoening. En dat moeten we vooral eigenlijk niet serieus nemen. En de ziel
is dan eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat zie je dan ook aan de personen die zich in de tijd van de katholieke kerk daarmee bezighouden. De klerus heeft alle macht en het lichaam is veel minder belangrijk. Hè. De laatste ridderroman die geschreven wordt, Don Quixote, als daar op een bepaald moment Don Quixote door zijn schildknaap voor de zoveelste keer dat hij tegen windmolens ging vechten, en dat van zijn paard afvalt of van zijn ezel moet weggebracht worden, dan gaat hij naar de barbierchirurgijn. En de barbierchirurgijn, dat is één adres waar je met al je lichamelijke klachten naartoe gaat. En dat gaat voor haren knippen, puisten knijpen, ader laten, tanden trekken. En dat is daar, dat wordt dus geen belang gehecht aan het menselijk lichaam. De status, die ligt bij de klerus. Dat keert zich om bij Descartes. Hè. Dus Descartes die doet het gedachte-experiment. En dat twijfelexperiment wat bij Descartes plaatsvindt, is eigenlijk, ik twijfel aan alles. Elke bril die ik opzet, die vervalt. En dan moet ik aan twijfelen. Tot op een bepaald punt, waar ik niet meer aan kan twijfelen. Cogito ergo sum. Ik denk, dus ik ben. En op dat moment draait hij eigenlijk het dualisme om. En hij gaat zich dus eigenlijk inderdaad, hij gaat zeggen, de scheiding tussen lichaam en geest. Maar het lichaam wordt nu veel belangrijker dan de geest. Het is te zeggen, het lichaam wordt nu, vanaf nu, het meetbare instrument. En de wetenschap, de serieuze wetenschap, gaat zich daarmee bezighouden. En je krijgt dus vanaf dan eigenlijk de wetenschappelijke benadering van het lichaam. En de geest, de ziel, wordt eigenlijk diffuser en minder serieus genomen. En dan krijg je dus inderdaad de omkeer en dat de medische wetenschap ook aan status toeneemt. In de taal krijg je dus die scheiding van het lichaam. En vanaf dan ga je dus lichaam en geest, en dan ga je zeggen, ik ben er één, ik heb een lichaam. En hij deelt het op in een res cogitans, de zorgverlener, het rationele, en het res extensa, het uitgebreide, het object van de wetenschap. En we worden dus verblind door die zaken die we het minst in twijfel trekken. Dat gaat 100 jaar later nog een stapje verder met Julien Foy de la Mettrie. Die schrijft een heel berucht boek, L'Homme Machine, in 1747, waarvan dat hij zelfs uit Nederland, het vrijdenkende Nederland, wordt verbannen naar Oostenrijk. Man is a machine and the whole universe there is a single substance, matter variously modified. Dus de geest is eigenlijk nog maar een fysiologisch proces geworden. Er bestaat eigenlijk geen geestelijke substantie niet meer, alles is materie geworden. En vanaf dan komt eigenlijk het rationalisme. En zo komen we dan ook bij het cogito van de tandheelkunde. En dat is dus microbiologisch evenwicht en occlusale stabiliteit, waar wij naar streven. En het mogen dus heel duidelijk zijn dat dit een biomedische visie op ons beroep is, of op onze discipline. Nou kwamen we dus bij mijn indeling. Hè. Dus wat bedreigt dat biologisch, dat microbiologisch evenwicht, en wat bedreigt die occlusale stabiliteit? Dat zijn dus caries, parodontitis en occlusale problematiek. En dat kent dus een onderliggende oorzaak, of er zijn cofactoren die daar ook een bijdrage aan leveren, namelijk de medische cofactoren, de orthopedische en de orthodontische cofactoren en de esthetische cofactor die ook meespeelt. De patiënt heeft zelfbeschikkingsrecht, hij mag zelf kiezen als we de diagnose gesteld hebben of dat we gaan opbouwen, parkeren of afbouwen. En op die manier komen we tot onze diagnose. Alleen voegen we daar nu nog een laag onder toe. En dat is dus de psychosociale laag. En die psychosociale laag die heeft invloed op al het bovenliggende. Dus als psychosociaal zaken niet in orde zijn, zoals bij de patiënt die we net beschreven, dan gaan er medische dingen fout. Orthodontisch zal het dan ook beperkingen opleveren. En ook de esthetische, de esthetische beleving van een patiënt is ook psychosociaal gekleurd. Het mooiste vind ik altijd als we met restauratief tandartsen samenkomen en we zien de Amerikanen restauraties vervaardigen, dan vinden wij dat te wit. En dan gaat door de zaal heel vaak een geroezemoes van Jezus, wat is dit te wit? En als de Europeanen dan bezig zijn, dan gaan de Amerikanen geluiden maken, want dan vinden ze dan allemaal veel te donker. Dus dit is ook zeker psychosociaal ingegeven.
Dus de formule moet vervangen worden en dat lijkt er dan iets ingewikkelder uit te zien, maar dat is eigenlijk dezelfde notitie, alleen is daar de psi aan toegevoegd en de haakjes zijn toegevoegd om aan te geven dat daar dus een invloed uitgaat van de psychologie op het medische, het orthodontische en het esthetische en op de caries, de parodontitis en de occlusale problematiek. Als we ons dus alleen maar richten, en dat is eigenlijk wat Politiek Nederland ook continu doet en wat wij als beroepsgroep eigenlijk toch ook wel niet genoeg voor het daglicht kunnen brengen. Als wij ons alleen maar richten op caries, parodontitis en occlusale problematiek, dan leiden wij aan wat ik noem odontocentrisme. Dus net als Ptolemeus die eigenlijk de aarde centraal zette in het universum, in plaats van de zon. En dan ga je toch vaak symptomen missen. Dus symptomen die, of niet symptomen missen, maar een diagnose missen. En zoals dit symbool in mijn vorige webinars ook aan de orde is gekomen, de symptomen blijven overeind en je krijgt een negatieve meerwaarde. Net als bij de eerste patiënt, bij Huub. We hebben hem hersteld, maar we hebben een foutieve diagnose gesteld en we creëren geen positieve meerwaarde. Want ik heb me niet genoeg verdiept in deze patiënt, ik heb me niet verdiept in zijn psychosociale pathologie. En ik heb caries behandeld. En wat blijkt, die caries is een symptoom en die blijft overeind, want ik heb zijn psychopathologie niet erkend. Dus het is heel belangrijk dat wij erkennen dat er medische aspecten zijn die een invloed hebben. Dat er orthodontische aspecten zijn die invloed hebben op de ziekteprocessen in de mond. En dat er esthetische aspecten zijn die vaak de trigger zijn bij de patiënt om ervoor te zorgen dat een patiënt in actie komt. En dit alles zorgt er dus voor dat als je dit meeneemt, dat je op die manier eigenlijk ook invloed hebt op je evenwicht. Maar dan nog steeds is het zo dat je dus een negatieve meerwaarde kunt creëren door symptomen te negeren. En het is pas op het moment als je dus de psychosociale karakter en de psychosociale pathologie erbij betrekt en je kunt die oplossen, wat dus geen evidentie is, dan krijg je een verdwijnen van de symptomen en krijg je wel een positieve meerwaarde. Ik vind persoonlijk dat dit, als je zo naar een patiënt kijkt, dat dat thuis hoort in een academische setting, in een academische opleiding, en dat je dus niet op hbo-niveau kunt opereren en dat de poortwachterfunctie thuis hoort bij een academisch gevormd iemand. En daar waar mijn perceptie is dat de politiek steeds meer richting HBO wil gaan en dus de mondhygiënisten naar voren wil schuiven. Ik ben bang dat op die manier eigenlijk heel veel diagnostiek gemist zal worden en dat we ons alleen maar gaan bezighouden met symptoombestrijding. Dus ik ben een groot pleitbezorger voor academisch gevormde poortwachters die ook durven over de grenzen te kijken van de verschillende disciplines. Dat heel even als politiek tintje. Terwijl je de diagnose. De diagnose is dus de identificatie van die factoren en cofactoren die het microbiologisch evenwicht en de occlusale stabiliteit verstoren. En we moeten daar een zin in vormen, dus een geslacht, patiënt van leeftijd met psi en medisch, orthodontische en esthetische redenen en als complicerende factor caries, parodontitis en occlusale pathologie. Dit kennen we. Maar dus nu het psychosociale geheel, dus het lichaam versus geest, dat zijn dus twee perspectieven om te kijken naar een geheel. En dat is dus eigenlijk iets wat zich pas voor gaat doen als we gaan spreken. In de taal wordt dat onderscheid gemaakt. En dat leren we al als peuter, als een peuter die zegt op een bepaald moment van ja, mama, papa, ik heb pijn. Ja, waar heeft hij dan pijn? Die heeft dan pijn in zijn buik. Ja, maar die buik, dat is dan ook moeilijk te omschrijven. Dus een kind, dat is best een lastig proces, die moet dan leren om eigenlijk onderscheid te maken tussen ongenoegen, tussen lust en dat soort zaken. En dat speelt zich allemaal in die buik af. En dat leren we, dat onderscheid, dat leren we van onze ouders. Maken we heel even in dat fysieke gedeelte even een sprong van 100 jaar. Dat is iets heel bijzonders, die dat onderscheid van lichaam en geest, namelijk Freud die beschreef 100 jaar geleden een paniekstoornis.
En die paniekstoornis, die wordt nu in de psychiatrie, in de DSM, wordt die geformuleerd als een non-fearful panic disorder. En dat is een heel bijzonder fenomeen, dat Freud dus al vaststelde. Hij zegt, ik heb een aantal patiënten, zegt hij, en die vertonen alle tekenen van paniek, alle lichamelijke, somatische tekenen van paniek. Dus die hebben een verhoogde hartslag, die hebben een verhoogde ademhaling, en dat soort zaken. Maar ze zijn niet in paniek. Of ze hebben het niet in de gaten. En 100 jaar later wordt dat dus inderdaad beschreven als de non-fearful panic disorder. Dat is een heel bijzonder fenomeen. Dus dat is een onderzoek dat heeft plaatsgevonden, een fors onderzoek onder ruim 8000 patiënten. En wat blijkt dus, dat zijn mensen die alle uiterlijke kenmerken hebben van een paniek. Verhoogde hartslag, verhoogd ademhalingsritme, verhoogde bloeddruk. Maar 30% van die respondenten voelt het niet. Die voelen niet dat ze paniek hebben. En ja, dat is iets bijzonders, want dat wil dus zeggen dat ons lichaam een signaal afgeeft, paniek, zonder dat wij dat interpreteren als paniek. Dus blijkbaar missen wij dan een evolutionair signaal. Er is niks dat er iets aan de hand is met onze interactie met de omgeving. En dat is natuurlijk heel bijzonder, want die patiënten die melden zich wel, die hebben ongemakken, die hebben dus inderdaad een verhoogde hartslag. En wat doen die? Die gaan naar een arts. Die raadplegen een arts. En wat doet zo'n arts? Die kijkt door zijn biomedische bril, want dat is dan het dominante paradigmatische kader. En als die dan toevallig bij een cardioloog terechtkomt, dan gaat die cardioloog inderdaad de symptomen bestrijden. Dus die gaat zeggen, oké, patiënt, inderdaad, ik merk dat uw hartslag overdreven is, ik ga u beta-blokkers voorschrijven. Tegenwoordig hebben we goede medicatie. Dus dan lukt dat ook nog. Dus die pillen die gaan hun werk doen. En het effect van die medicijnen gaat ervoor zorgen dat het hart omlaag gaat. Komt hij toevallig bij een longarts terecht, dan krijgt hij antihistaminica. Maar deze patiënten die komen ook bij de tandarts terecht. En wat gebeurt er bij de tandarts? Er gaat een endodontische behandeling opgestart worden. Hoe moeten we dat dan zien? Nou, dan heb ik de volgende patiënt. Deze mevrouw die komt bij mij in de praktijk als nieuwe patiënt. En we doen een intake, niks bijzonders. We kijken in de mond. En dit zijn dan de klinische foto's. Oké, een fors gerestaureerde dentitie. Hij meldt zich als nieuwe patiënt bij mij. Er is met composiet van alles gebeurd. Maar hier schrik ik dan nog niet zo heel erg van. Maar toen plots kwam komen de röntgenbeelden naar boven. En zij is dus in het verleden uitgebreid behandeld. En wat zien we? We zien 13 wortelkanaalbehandelingen, gevolgd door apexresecties, gevolgd door extracties, gevolgd door implantaten. En dat is natuurlijk wel bijzonder. Het mogen duidelijk zijn dat een vorige behandelaar gekeken heeft door zijn biomedische bril. Patiënt meldt zich met tandpijn, ja, telkens het hoogst belaste punt, een occlusaal trauma. En daar werd telkens een wortelkanaalbehandeling opgestart. En op een bepaald moment ben je natuurlijk door je wortelkanaalbehandelingen heen. Maar als je 13 wortelkanaalbehandelingen opstart, dan kun je dus eigenlijk zeggen dat de symptomen overeind blijven en dat je dus een negatieve meerwaarde aan het bieden bent. Dus de vraag is, heb je de juiste diagnose gesteld? Natuurlijk was dat element percussie gevoelig of gevoelig voor koud en warm en werd de zenuw eruit gehaald. Maar vervolgens ging het breken en kwamen de implantaten. Wat is hier niet gebeurd? Er is niet gekeken door de psychosociale bril. En hoe doe je dat dan? Ja, dus is uitgebreid behandeld. 13 elementen zijn endodontisch behandeld, waarna wortelfracturen optraden. Nu is er enigszins rust ontstaan. Dus dan ga je wat we dan noemen een drie-sporen-anamnese afnemen bij zo'n patiënt. En dan kijk je dus inderdaad door de biomedische, de dominante bril, die we natuurlijk niet moeten verwaarlozen, maar ook door de psychosociale bril. En dat is dus iets wat je leert bij Ilko Hakman. Dus het O-spoor van de drie sporen anamnese is dus het organische spoor. En dan heb je het psychologische spoor en het sociale, sociologische spoor. En ik heb dus met de brillen aangegeven waar die sporen toe leiden. En dan ga je gewoon eigenlijk de historie van die patiënt doornemen. Wat blijkt nu? Deze mevrouw is op haar 13e. Heeft ze genoteerd alles. Je gaat gewoon objectief alles noteren, zoals vroeger bij een tandarts. Op haar 13 jaar is er een kijkoperatie, plus een knieoperatie heeft plaatsgevonden.
Per 17 jaar nog een keer een knieoperatie. Ze heeft een broer. En als opleiding heeft ze Academie Mens en Arbeid gevolgd. Toen ze 26 jaar oud was, overleed haar vader aan longkanker. En dan komt het eigenlijk. Dan gaat er iets heel bijzonders gebeuren. Namelijk in 2005 krijgt ze haar eerste kind. Maar dat kind wordt prematuur geboren. Op 32, 33 weken. En dat is motorisch houterig. In 2006 krijgt ze haar tweede kindje. Dat gaat met de ruggenprik, dat is bijna dood. Dat moet ook nog eens een keertje op 3 maanden geopereerd worden. En op 6 maanden krijgt het kindje galstenen. Dus, en in 2008 krijgt ze haar derde kind. Dat is ook een prematuur kind, wordt op 26 weken geboren. Dat wordt geboren met het scaled skin syndrome, dus die heeft geen opperhuid. Uitdroging, morfine, de ductus sluit niet. En die 3 kinderen, dus wat is hier eigenlijk aan de hand? Deze dame... Die heeft 3 jaar lang als een leeuwin gevochten voor haar kinderen. Ondertussen, op het sociale spoor, is er ook nog eens een conflict op het werk. Ze neemt na 12,5 jaar jubileum neemt ze afscheid. Dat is conflict, ze wordt ziek. Ze gaat solliciteren, ze doet vrijwilligerswerk. Ondertussen zit haar man ook nog eens thuis met een burn-out en een depressie. En in die periode... krijgt ze ook nog eens darmklachten, ook daar wordt ze opengemaakt. Er is niet alleen de wortelkanaalbehandelingen worden gedaan, maar ook haar darm. Dan krijgt ze colitis, er wordt een stuk van de dikke darm verwijderd. En dat is allemaal in die periode dat die kinderen geboren worden. Maar ze moet voor vechten. En op dat moment is zij dus aan het klimmen en aan het knarsen s'nachts. En ja, dan begeven haar er pulpeert. En in die periode worden er 13 wortelkanaalbehandelingen uitgevoerd. Dus die diagnose is niet pulpitis, de diagnose is occlusaal trauma, de gevolgen van stressverwerking. En dan krijg je dus inderdaad die dingen. Dus blijkbaar heeft dus de geest heeft enorm veel invloed op het lichaam. En dat heeft dus, ja, dat zijn drie fenomenen die je daar kent. Dat is placebo, nocebo en conversie. En dat wil dus zeggen dat de geest, die heeft een oorzaak van veranderingen in het lichaam door psychologische inbeelding. Placebo, dat zijn meetbare effecten in het lichaam, in de lichamelijke toestand van de patiënt, die tot stand zijn gekomen via iemand anders. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Ik probeer ook altijd tegen mijn patiënten te zeggen, placebo is geen inbeelding, want dat zijn geen neppillen. Dat is eigenlijk, je hersenen hebben een eigen apothekerskast en er worden stoffen geproduceerd. Dat gebeurt ook bij gezonde mensen. Er zijn hele mooie onderzoeken gedaan bij wielrenners. Wielrenners die moesten een tijdrit doen in de bergen. Zetten een bepaalde tijd neer, krijgen vervolgens een placebo toegediend. En normaal zou je verwachten dat ze op dezelfde dag een tweede tijdrit minder snel rijden. Maar met het placebo reden ze sneller. Een ander experiment was bij bergbeklimmers. Bergbeklimmers die gaan de bergen in, krijgen geen zuurstofflessen mee. Doen een bepaald traject. Doen daarna hetzelfde traject met zuurstofflessen, maar niet met geconcentreerde zuurstof, maar met gewoon lucht erin. Toch ervaren ze minder pijn en doen ze hun traject sneller. Dus dat zijn dus hele duidelijke effecten die het lichaam vertoont op placebo. En dat gaat dus... Even kijken, dat is dus niet het product dat werkt, dat is ook niet het bedrog dat werkt. Het is de verhouding patiënt-arts die een verwachting creëert met reële effecten op het lichaam. En in de tandheelkunde maak ik daar ook gebruik van. En dat doe ik vaak met instructies. Dus als ik een chirurgisch ingreep doe, dan zeg ik heel vaak dat het reuze zal meevallen. En uiteindelijk blijkt ook met motivatie, als wij enthousiast zijn en als wij goed dingen, dan heeft dat een bepaald effect. Er zijn ook onderzoeken gedaan, zelfs met nepchirurgie en dat soort zaken. Placebo is een erkend fenomeen en dat is heel bijzonder. En dat is dus eigenlijk de invloed van de geest op het lichaam. Helaas werkt het ook omgekeerd. Placebo wil dan zeggen, ik zal behagen. Nocebo wil zeggen, ik zal schaden. Dus helaas werkt dat ook omgekeerd. Dus met negatieve verwachtingen, die dragen ook bij aan een daadwerkelijke werkelijke realisatie daarvan. Bij Palestijnse schoolkinderen is dat vastgesteld, die plots allemaal moesten overgeven en diarree kregen, want het was massahysterie, want ze dachten, het was niet zo, maar men dacht dat Israëlieten het schooldrinkwater hadden vergiftigd. Dat was niet aan de hand, maar toch kregen al die schoolkinderen dat soort klachten. Een ander heel bijzonder fenomeen is conversie.
En wat is nu conversie? Dat is een functionele stoornis. Dat is mensen die plots problemen krijgen met lopen, met slikken, met zien, met praten. Die kunnen ineens niet meer zien of die kunnen ineens niet meer praten. Dat kan motorisch zijn, dus dat ze verlammen of dat ze enorm beginnen te trillen. En sensorisch, dat ze anesthesieën voelen of hyperesthesieën of parasthesieën. En het is vastgesteld dat bij 50% van mensen die aan conversie lijden, deze patiënten dat die een historie kennen, bewust dan wel onbewust, van seksueel misbruik. Dat leidt ons dan naar onze volgende patiënt. Dat is een patiënt die meldt zich bij mij in de praktijk. Eerst krijg ik een hele lange e-mail dat ze hoogsensitief is. Dat ze seksueel, uiteindelijk in het eerste gesprek komt dat eigenlijk al direct naar boven, dat ze seksueel misbruikt is. Dat heeft plaatsgevonden voor haar 10e levensjaar. Dat heeft plaatsgevonden, dat is uitgevoerd door haar vader. Die vader was zelf ook een slachtoffer van seksueel misbruik. Zij heeft dus geleden onder een posttraumatisch stresssyndroom. Daar is ze succesvol voor behandeld. En ze zit bij mij in de stoel. En op dat moment krijgt zij dus enorm veel tandpijn. Terwijl ze praat over dat seksueel misbruik. Dus dit is een vorm van conversie. Andere vormen van conversie kwamen bij haar ook aan bod. Ze is op een bepaald moment, ze rijdt veel paard. Maar op een bepaald moment is ze ook verlamd geweest, heeft ze bekkenproblemen gehad. Dat zijn dus hele bijzondere dingen, maar voordat je het weet ga je dus een endo opstarten, terwijl dit eigenlijk gewoon te maken heeft omdat ze op dat moment herinnerd wordt aan haar seksueel misbruik, krijgt ze dus die conversiepijnen. Heel merkwaardig. Dus hoe komt dat dan? Dus is die vader dan de oorzaak wordt zij ziek van haar vader? Dus daar is ook prachtig onderzoek naar gedaan. Door Feliti. Wat heeft hij gedaan? Dus welke factoren dragen nu bij aan gezondheid? Heeft hij proberen te onderzoeken in Amerika. Dus hij heeft 17.000 geschoolde Amerikanen onderzocht. Mensen met een baan en een ziektekostenverzekering. In Amerika is dat wel heel erg belangrijk. En de vraag was, ben je als kind getraumatiseerd? Dus ben je fysiek misbruikt? Ben je seksueel misbruikt? Ben je emotioneel misbruikt? Is er sprake van fysieke verwaarlozing, emotionele verwaarlozing? Is de moeder mishandeld geworden? Is er drugsgebruik in het gezin vastgesteld? Zijn er echtscheidingen? Zijn er gezinsleden met een psychiatrische stoornis? Of zit er een gezinslid in de gevangenis? En wat blijkt? Dat van die 17.000 geschoolde Amerikanen, normaal goed opgeleid werkende Amerikanen, is 28% fysiek mishandeld, 21% is seksueel misbruikt, 40% heeft 2 traumatische factoren en 12,5% heeft 4 traumatische factoren. En deze groep die is 15 jaar gevolgd. Die 15 jaar heeft men die mensen gaan volgen. En wat is daaruit geconcludeerd? Dat er een duidelijke dose-respons correlatie bestaat. En als er 4 traumatische factoren, 1 op 8 van die patiëntenpopulatie die had dat, die hebben 7 maal meer kans op alcoholisme, 2 maal meer kans op kanker, hartziekte en diabetes. En bij 6 traumatische factoren is er 30% meer kans op suïcide. En dus het verband tussen psychosociale traumata en lichamelijke ziektes, dat is dus de invloed van traumata beperkt tot een mentale stoornis, is fout. Dus er is veel meer aan de hand dan alleen mentaal. Dat gaat ook naar het lichaam toe. Dus het lichaam slaat dat op. Die Feliti, die was ook betrokken bij een vermageringsprogramma voordat hij dit onderzoek deed. Wat blijkt, hij heeft dus obese mensen begeleid en de helft haakt af, ondanks succes. Dus hij interviewde 286 drop-outs en toen werd plots de vraag gesteld van goh, hoeveel woog je toen je voor de eerste keer seksueel actief was? En daaruit kwam dat meer dan 50% die heeft seksueel misbruik gerapporteerd in de kindertijd. En wat blijkt nu? Dus dat dik zijn en dik blijven een soort van verdedigingsmechanisme is tegen mogelijk seksuele agressie. En vermageren is een risico. Dat is een onderzoek, maar dat is eigenlijk ook heel mooi beschreven in dit boek. Namelijk over honger. Roxane Gay, deze jonge vrouw, die is in haar jeugd, die heeft een heel gelukkige jeugd gehad. Komt uit een succesvol gezin. Vader is docent op de universiteit. Zij is ook erg slim. En als ze 18 jaar is, mag ze kiezen tussen uit eender welke topuniversiteit in Amerika.
Er is één jammer punt bij Roxanne. Op haar 18e weegt ze 185 kilogram. En de komende 10 jaar komt er nog eens 100 kilogram bij. Dus ze weegt uiteindelijk 285 kilogram. Ze had dat verdrongen, maar uiteindelijk komt naar boven, ergens half in de 30, dat ze op haar 12-jarige vriendje, en dat vriendje nam haar mee naar huis, maar dat vriendje nam ook nog 5 andere vriendjes mee en ze is daar dus eigenlijk door die groep van 6 jongens verkracht. En uiteindelijk heeft ze dus een eetstoornis ontwikkeld en het vet heeft een nieuw lichaam gevormd. Een lichaam waarvoor ik me schaam, maar waarin ik me wel veilig voelde. En als ik iets nodig had op dat moment, dan was het een gevoel van veiligheid. Dus als wij obese patiënten in de praktijk ontvangen, dan moeten we natuurlijk niet allemaal denken dat die seksueel misbruikt zijn, maar die moet je wel in je achterhoofd houden. En als die caries ontwikkelen, dan is dat dus inderdaad ook iets wat je moet in je achterhoofd houden en in je diagnostiek. Nocebo, dus de negatieve gevolgen. Ook een prachtig onderzoek van Werner. Dus we hebben dus nu gezien, kan de geest maakt het lichaam ziek, de andere kan je ziek maken, maar zijn we nu gedoemd, hè, als onderzoeksvraag, zijn we nu gedoemd om, als we een zieke geest hebben, om dan ziek te blijven? Of hoe zit die verhouding? En het is een prachtig onderzoek, want ben ik als individu dus overgeleverd aan de blinde krachten van de sociaal-economische omgeving waarin ik opgroei. Dat is een groep die zij gevolgd heeft, 700 patiënten. Die zijn geboren in 1955 op Hawaii. En zij heeft eigenhandig allemaal persoonlijk 700 individuen heeft zij elke keer geïnterviewd op hun 1 jaar, op hun 2 jaar, op hun 10 jaar, 18 jaar, 32 jaar en 40 jaar. Dus ik hoop dat ik ooit ook nog eens een keer een onderzoek van 40 jaar kan presenteren uit mijn praktijk. Maar zij heeft dat dus voor elkaar gekregen. En wat blijkt, 213 van die patiënten die groeien op onder abominabele omstandigheden. Dus armoede, multiprobleemgezinnen, de eerste patiënten die ik in mijn presentatie heb laten zien. Eigenlijk dat soort patiënten. En wat blijkt nu uit die onderzoeksresultaten? 2/3 van die 213 kinderen die hebben leerproblemen en gedragsstoornissen op 10-jarige leeftijd. Op 18 jaar zijn ze delinquent of psychiatrisch gestoord. Maar 1/3 ontwikkelt zich toch normaal. En die worden, zoals zij dat dan noemt, resilient. En wat zijn dan beschermende factoren? Dat die beschermende factoren die spelen zich af op individueel niveau. Wie als individuele baby en kleuter meer positieve reacties ontvangt van ouders en omgeving, maakt een betere ontwikkeling door. Door een grotere zelfredzaamheid en meer zelfvertrouwen. Dus een veilige hechting met minstens één iemand, dat kan ook een grootouder zijn, heeft een positief effect. Dat is op gezinsniveau. Jongens die hebben een duidelijke structuur nodig, een mannelijk rolmodel. En een opvoeding die emotionele expressie aanmoedigt. En meisjes, daar ligt het accent op onafhankelijkheid en vrouwelijk rolmodel. En in de gemeenschap, nu komt het, want hier kunnen wij een rol spelen. Jongeren in tijden van crisis kunnen die beroep kunnen doen op leeftijdsgenoten en op betrouwbare volwassenen die autoriteit dragen. Ik denk dat wij ons daaronder kunnen regelen. En ik heb dat zelf ook al meegemaakt met inderdaad een jongetje dat seksueel misbruikt werd door zijn vader. Uitkijken dat je niet een verkeerde rol op je neemt natuurlijk, maar die klampen zich vast. En als je op dat moment bij zo iemand binnenkomt, kun je een positieve bijdrage leveren. Bij ons, ik werk heel veel samen met Yes We Can Clinics. Yes We Can Clinics, dat is een organisatie die verslavingsproblematiek behandelt hier bij ons in de regio. En als je met die mensen een vertrouwensband kunt opbouwen, dan kunnen die kinderen niet alleen tandheelkundig, maar die kunnen daar voor de rest van hun leven toch positief door gestimuleerd worden. Die verhouding tot ons lichaam, die dus zo verstoord kan zijn, hoe krijgen we die? Nou, die leren we van onze ouders. Hè? Dus eigenlijk in dit filmpje, ja, jullie horen hem niet, maar ik kan er wel overheen praten. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat ouders, ze hebben hier een experiment gedaan, de still face experiment. En dat is eigenlijk prachtig om te zien, dat een kind, een baby, vooral van de expressie van zijn moeder eigenlijk leert om met zijn lichaam om te gaan. Dus zij gaan op dat moment dit experiment, je ziet dus eigenlijk de interactie tussen moeder en kind. En dat is een hele mooie interactie. Hè. Dus het kind legt contact met de moeder legt contact met het kind.
Het kind wijst naar bepaalde zaken en zorgt ervoor. Hè, dus op die manier komt er eigenlijk communicatie op gang. Hè. Er is natuurlijk geen woordelijke communicatie, maar er is heel duidelijk, is er een hele expressieve verbinding. En op deze manier leert dus eigenlijk een kind, hè, dus de moeder begint nu met het voetje te spelen, leert zo'n kind eigenlijk zijn lichaam kennen ook. En het, zo op die manier herkennen van het lichaam en ook het lichaam lezen. Plots draait de moeder zich om. En geeft geen enkele expressie meer. Kind reageert nu, ja, ik vind het bijzonder, hè, wat gebeurt er nu? En dit is dus eigenlijk een experiment waardoor dus eigenlijk de verhouding met het lichaam verdwijnt. En dat is ook wat tegenwoordig wel heel veel ziet met bijvoorbeeld met de mobiele telefoons. Als dus kinderen niet meer de band krijgen met hun ouders of met hun moeder, dan ontstaat er paniek, hè, frustratie. En dat is eigenlijk de good, the bad and the ugly. Dus dat wil zeggen, ja, als ze een goede relatie hebben met de moeder, dan leren ze op een goede manier met hun lichaam omgaan. Vervreemden ze niet van het lichaam. Het kan natuurlijk ook dus verkeerd lopen. Dus zoals je dan hier ziet, dat er een enorme frustratie optreedt. En die kan overkomen worden, dat is geen enkel probleem, als dan de moeder weer contact legt. Maar soms blijft ze ook vastzitten in die frustrerende... Kijk hier, het lichaam trekt zich helemaal dingen. Kijk, hier maakt de moeder het weer goed. Frustratie gaat weg en het wordt weer opgelost. Maar als het kind daarin blijft zitten, legt het geen contact met zijn lichaam en gaat het vervreemden van zijn eigen lichaam. En hoe kan dat dan, hoe wordt dat dan ook soms nog uitgelegd? Ja, die verhouding leren dus van onze ouders. Dus bijvoorbeeld elke, het is een heel banaal voorbeeld, maar elke vorm van onlust in het lichaam gaan we oplossen door voedsel te geven. Dan krijg je natuurlijk ook een hele bijzondere ervaring of een hele relatie met je lichaam. En dus elke vorm van onlust wordt met voeding opgelost. Ja, dan krijg je natuurlijk, als je dan later op latere leeftijd als standaard gaat zeggen, je mag 7 keer per dag eten en drinken of je moet onder die 7 eetmomenten blijven, dan wordt dat lastig voor dat soort patiënten. Dus daarom is het voor zeer veel patiënten ook echt moeilijk om zich aan die gedragsveranderingen te houden. Of als ze pijn voelen, dan kan het dus zijn dat die relatie met het lichaam ook niet wordt erkend. En dat een ouder reageert van stel je niet aan. En dan wordt elk pijnsignaal wordt eigenlijk ook weggedrukt. En op die manier vervreemden mensen dus ook van hun lichaam. Of ik zal je een reden geven om pijn te hebben. En dan komt er bijvoorbeeld misbruik om de hoek te geslaan of dat soort dingen. En die ouders die treffen natuurlijk niet alleen de schuld, want die staan natuurlijk in een bepaalde cultuur. En die cultuur, dat is op dit moment een cultuur van beelden, in tegenspraak van vroeger met woorden. En dat is toch wel een wezenlijk verschil met vroeger. Hè. Dus daar waar dat er vroeger dus eigenlijk in de opvoeding een verhouding ontstond, vaak van een innerlijk conflict. Het lichaam was iets gevaarlijks, dat was wel lustig en neigingen en driften. Dat moest gedisciplineerd worden. En de andere was vaak iemand van een religieuze of een ideologische achtergrond. Maar die verhouding die werd wel openlijk uitgedragen. Dus dat werd via het onderwijs gedaan, via de opvoeding. En nu leven we eigenlijk in een cultuur waar dat die verhouding een bijzondere verhouding aanneemt met je lichaam, want dat is eigenlijk een plus et en vous verhouding geworden. En we moeten eigenlijk, we treden bijna in competitie met ons eigen, met onszelf. En ons lichaam moet steeds meer, we moeten steeds beter, ons lijf is nooit strak genoeg. Een banaal voorbeeld is een stappenteller, we hebben allemaal een mobiele telefoon en we treden dus eigenlijk in concurrentie met onszelf, want die stappenteller, we moeten 10.000 stappen zetten, maar dat is dan weer niet genoeg, de volgende dag moeten dat er 11.000 zijn en zo treden we in competitie met onszelf en we krijgen dus eigenlijk een hele bijzondere relatie met ons lichaam. Toch ook een vervreemdende relatie en daar waar vroeger de relatie met woorden. En woorden vragen interpretatie, hè? Dus dat is iets helemaal anders dan beelden. Beelden die slik je gelijk in. En die andere is op dit moment dus eigenlijk een commercieel iemand. Hè? Er zijn heel veel commerciële partijen die daar gebruik van maken. En ook de digitale wereld. En dat is een onbewust voorgehouden beeld. Dus daar waar dat we in het verleden een bewust moralisme ontwikkelden, hebben we nu een onbewust moralisme. En wat heeft dit nu in godsnaam allemaal met tantekunde te maken? Nou, dat is eigenlijk toch wel heel toepasselijk op ons. Want als de ander ons blootstelt aan beelden en woorden zonder dat we die bewust waarnemen, zijn de effecten veel ingrijpender, is onze keuzevrijheid beperkter en altijd vervreemdend wanneer het ons voorgehouden beeld ingaat tegen de realiteit van ons lichaam. En dat is op dit moment weer heel actueel met de familie Roelvink.
Maar deze jongen, Melle, van Plastic Fantastic, is eigenlijk ook iemand die, wat ik dan toch noem, vervreemd van zijn eigen lichaam, plus het en vous. Hij zegt het ook in dit interview, van ja, het kan, het mag, waarom zou ik het niet doen? Hij geeft ook aan dat hij in het verleden gepest is, dat hij een volgezet jongetje was. En dat hij eigenlijk heel zijn lichaam laat behandelen. Maar dat is een vervreemding van de natuur, zonder daar een moreel oordeel over te hebben. Maar het is in elk geval wel een vorm van vervreemding. Deze kleur tanden komt niet voor in de natuur. Dat mogen duidelijk zijn. En die mensen die gaan zichzelf dus inderdaad kneden, vervormen, vervreemden. Maar ze staan niet meer in contact met hun eigen lichaam of ze negeren signalen uit hun lichaam. Dus als de ander, Instagram, noem maar op, al dat soort zaken, ons blootstelt aan beelden, woorden, zonder dat we die bewust waarnemen, dan zijn de effecten veel ingrijpender, is onze keuzevrijheid beperkter en altijd vervreemdend wanneer het ons voorgehouden beeld ingaat tegen de realiteit van ons lichaam. Dus dit gaat dan over de spierwitte facings die op dit moment eigenlijk op de social media vertoond worden. Plus het en vous. Dus het kan altijd beter, het kan altijd witter, het kan altijd strakker. Dat wil ik ook. We leven op dit moment eigenlijk in een paradijs. We zijn nog nooit zo vrij geweest. En aan die vrijheid hangt een keuze. Om te kunnen kiezen, moeten we bewust zijn. Van vervreemding zijn we ons nooit bewust. Hiervoor hebben we een prachtig instrument gekregen. Dat is eigenlijk onze sensor, dat is ons lichaam. En als deze sensor begint te protesteren, dan kunnen we andere keuzes maken. Maar je moet die sensoren natuurlijk wel kunnen interpreteren. Dit is een patiënt uit mijn praktijk. Dus hoe heeft zich dat dan voorgedaan bij haar? Die meldt zich, ik maak klinische foto's, intake. En haar zorgvraag is, ik heb afschuwelijk lelijk tandvlees. En ik bleef haken achter dat afschuwelijk lelijk. Dus er zat echt een krachtterm bij. En ik ben mee gaan zitten. Ik heb inderdaad gekeken. Ik zeg inderdaad, Roos, als ik naar jouw tanden kijk, ik zie inderdaad de 2-2. Daar is de gingivallijn iets lager dan de 1-2. Dus als ik daar als professional naar kijk en ik doe daar een digital smile design, dan zal ik in die girlanden van de gingival een lichte afwijking van het hyperideale mensbeeld aantreffen. Maar om dat nu als afschuwelijk lelijk te definiëren, dat vind ik nogal wat. Dus ik heb met haar een heel open gesprek gevoerd van, goh, ik wil toch eens heel even dat je met iemand gaat praten, namelijk met Eelco Hakman. En Eelco schrijft het volgende. Dus de bloedmooie, als gezichtsprofessor mag ik dat wel eens zeggen, heeft maximaal last van een minimale afwijking, namelijk naast haar esthetische klacht, een onzichtbare gummy smile, zou ze een organische klacht hebben, namelijk knarse tanden veroorzaakt door de stand van de kaak. De werkelijkheid is dat patiënten, zoals ze zelf zegt, extreem perfectionistisch is en van de afdeling ik check alles. Zo is dus ook Eelco's zijn dopseel reeds helemaal doorgelicht. De kans dat haar klachten werkelijk een skeletale oorzaak hebben, is vele malen kleiner dan dat de klachten een myogene oorzaak hebben. Nek, schouders, hoofd, alles zit vast. Alles lijkt eerder uit de spieren te komen. En het aan haar verstrekte splintje heeft ze al opgegeten. Wat betreft de spelregels gezichtsveranderingen valt ze in de Romeinse groep 2. Body dysmorphic disorder, dus wat zij als afschuwelijk lelijk tandvlees ervaart, is dus gewoon een verkeerde perceptie. Dus haar bril van de werkelijkheid is niet goed afgestemd. Belangrijk is om bij dit soort patiënten altijd zelf te laten beslissen, maar wel de juiste informatie te geven. Dus het nemen van risico's met zenuwbanen of weken delen, want ze heeft klasse 2 relatie ook, dat is levensgevaarlijk bij haar. Testuitslagen, hoog op controle, ze heeft een regiebehoefte, vastbehouden en dominant. Na het bespreken van de resultaten met de patiënt heeft ze toch zelf haar lot bepaald, geen operatie. Dus geen BSSO, eventueel ietsjes rechter zetten van de tanden, de zijdelingse delen eventueel opbouwen met wat composiet, wat ze dan toch weer zal afslijten. Maar inmiddels overweegt ze ook om iets aan de echte oorzaak te gaan doen, namelijk dat ze zo graag de controle in handen heeft. Maar hier blijven we dus vanaf.
ook al komen die patiënten met een zorgvraag. Nog een groep patiënten, de burn-out patiënten. Die zijn neurologisch ook vaak verkeerd afgesteld en die hebben echt pijn. En dit is ook zo'n patiënt en dit zijn levensgevaarlijke patiënten op de weekenddienst, want die ervaren werkelijk verschrikkelijke pijn. En die komen ook binnen en die zeggen, ik heb verschrikkelijk pijn en ik ben echt niet kleinzerig. Maar bij deze patiënt bijvoorbeeld ook, het is reeds ruime tijd bij mij aan de behandeling. Sinds een jaar heeft hij last van de kies linksonder. Een jaar geleden is de 3-6 verwijderd en er is een provisorium vervaardigd. Een brug van de 3-7 naar de 3-5. Beide elementen zijn op dat moment nog vitaal. De retentie bij de 3-7 is beperkt. Regelmatig komt provisorium los. Hij beschrijft dit alles als extreem pijnlijk. Dus hebben we een 3-sporen anamnese afgenomen. Concrete vraagstelling. Is er een psychologische component aanwezig bij de pijnervaring van deze patiënt? En als je dan inderdaad ziet, wordt er weer een endo opgestart. En dat blijft in de perceptie van die patiënt, is dat allemaal extreem pijnlijk. Symptomen blijven overeind, we creëren negatieve meerwaarde. En als we inderdaad in de 3-sporen anamnese kijken, dan zien we dat zo iemand die heeft studierechten achter de rug, hij is advocaat, heeft een aantal jaren als advocaat gewerkt, maar is nu teamleider bij een bedrijf. Hij is getrouwd, heeft 2 kinderen, heeft een appendix laten verwijderen in zijn jeugd, hij heeft nierstenen gehad. Hij is in 2005 behandeld voor hoofdpijn. Hij heeft een retreatment gehad. In 2008 heeft hij een sponsnier gehad. In 2010 dagelijks hoofdpijn. In 2011 bij de neuroloog op de hoofdpijnpoli terechtgekomen. Allemaal pijn, 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 pijn. Krijgt ook bijzondere medicatie voor die pijn. Hij bezoekt een psycholoog. Hij is ontevreden, familiale verhoudingen die liggen helemaal lekker. Hij heeft niet 1 burn-out gekregen, maar 2 burn-outs. Hij is arbeidsongeschikt geweest, zijn schoonzus heeft borstkanker gehad. Allemaal dingetjes die dus eigenlijk een overprikkeling als samenvattende karakteristiek met zich meebrengen. Overprikkeling, maar niet alleen overprikkeling sociaal-psychologisch, maar dus ook overprikkeling in de mond. En die komen dus echt binnen met pijn, pijn, pijn. En voordat je het weet ben je de ene endo na de andere aan het opstarten. En je krijgt die mond niet stabiel, want je wil die mensen toch op de een of andere manier helpen. Maar ook zelfzorg is moeilijk, want ook dat doet pijn. Stokeren doet pijn, rageren doet pijn, alles doet pijn. Hetzelfde verhaal bij deze juffrouw, meldt zich met caries. Caries wordt hersteld, je ziet de carieslezen zitten in het eerste kwadrant. Minimaal invasief, maar die komt uiteindelijk in de weekenddienst terecht. En er worden niet 1 wortelkanaalbehandeling opgestart, maar er worden 3 wortelkanaalbehandelingen opgestart. Deze mevrouw die heeft pijn, pijn, pijn. En dat zijn hele normale fysiologische prikkels, maar zij interpreteert dat als pijn. En voor je het weet, gaat eigenlijk heel de dentitie eraan. Ook weer de symptomen blijven overeind en er wordt een negatieve meerwaarde gerealiseerd. Zij komt in de praktijk, dit is nog niet zo lang geleden, vorig jaar, allemaal gingivitis. Waarom? Ja, dat doet allemaal pijn. Een rager ertussen kan ze niet verdragen. Symptomen blijven overeind. En als je haar interviewt, dan zegt ze, ik ben zo boos. Ik kan rechts niet kauwen. En ragers doen afschuwelijk veel pijn. Heel moeilijk om dit soort patiënten onder controle te krijgen. Maar die hebben dus een soort van overprikkeling. Ook zij is ook bij Ilko Hakman geweest. Ze loopt al heel haar leven op haar tenen. Heeft eigenlijk een opleiding psychologie gevolgd die boven haar kracht lag. Ze heeft heel haar opleiding lang op haar tenen moeten lopen. En dat zijn dus allemaal dingetjes die meespelen in dat totale mensbeeld. En endo's die komen en die gaan. Heel lastig om dit soort patiënten te behandelen. Deze patiënt hebben we vorige keer ook gezien. Dus dit is een telescoopwerkstuk wat we vervaardigd hebben bij deze patiënt. Ziet er keurig uit, is goed gelukt. In het 4e kwadrant een 3-delige brug op implantaten. In de bovenkaak een telescoopvoorziening op natuurlijke elementen en op implantaten. Dat is allemaal goed gelukt, maar uiteindelijk meldt hij zich toch bij ons met een stuk gebeten brug in de onderkaak op de implantaten. Symptomen blijven overeind, negatieve meerwaarde. En wat doen we in ons diagnostisch systeem? We zien dus inderdaad dat deze patiënt heeft occlusale problematiek.
Hij wil het opgebouwd hebben en hij had een esthetische zorgvraag, dus een OEO-patiënt. Maar we hadden het psychosociale hierbij ook weer gemist, want hij was zelf zorg. Hij was mantelzorger voor zijn dementerende vrouw en ook iemand die niet houdt van een open gesprek, maar dus dat allemaal verborgen houdt en verbijt in zijn mond. En uiteindelijk bijt hij dus die brug stuk. Dus een patiënt met occlusale problematiek, een esthetische zorgvraag en een psychologisch probleem, namelijk de mantelzorger voor zijn dementerende vrouw. En uiteindelijk zijn het dus de emotionele redenen die dus eigenlijk de basis vormen voor deze diagnose. Ik heb het vorige keer ook gezegd, mutual protection is een prachtig concept. Ik maak er dagelijks gebruik van. Elke reconstructie die ik vervaardig voldoet aan deze principes. Maar ik zeg tegen mijn patiënten, het is een soort van paraplu. Het beschermt je tegen de regen. Maar soms kan het leven zich als een orkaan presenteren. En als er echt een orkaan door je leven raast en je somatiseert het in je mond en je gaat enorm knarsen en bijten, dan is daar geen hoektandgeleiding tegen opgewassen. En dan gaan er toch dingen stuk. Dus dat is dus de... ik kom Descartes weer om de hoek kijken, scheiding van lichaam en geest. Die is er niet, die is door ons aangebracht. Dus problemen in de gemoedstoestand kunnen ook problemen in het lichaam veroorzaken. En het grote voordeel van orkanen is wel dat ze voorbij gaan. En als ze dan weer voorbij gaan en op het moment dat er weer rust in het leven komt, kan er weer een nieuwe restauratie vervaardigd worden. En dan is die patiënt wel stabiel en gelukkig. Deze patiënt, ook een typisch verhaal. Dus meldt zich bij mij in de praktijk, is in het verleden uitgebreid gerestaureerd met... porselein in de onderkaak, waar de stukken vanaf sprongen. Een hele aparte beetverhouding, maar hij beet alle stukken in het tweede kwadrant. Heeft een etsbrug gezeten, die is hij ondertussen ook kwijt. Maar dit is een heel open karakter. Iemand die we interviewen, uitgebreide drie sporen anamnese. En wat blijkt uit die drie sporen anamnese? Eigenlijk vanaf het begin van zijn leven tot nu. Nee, erg turbulent. Opleidingen gedaan, niet afgerond, horeca gewerkt, vrije seksuele relaties, drugsgebruik. Uiteindelijk wel alles op orde gekregen. Redelijk turbulent arbeidsleven, veel werkgevers. En uiteindelijk, ja... kom je er eigenlijk achter iemand die een heel bruin leven heeft gehad, maar nu tot rust is gekomen. Verschillende dingetjes die daarin spelen. Maar nu dat er rust is, durf ik het wel aan. En dan ben ik dus ook begonnen om die patiënt op te bouwen. Helaas beslist hij dan halverwege de behandeling om toch te vertrekken. Maar hij is nu ook in goede handen in een praktijk in Den Bosch. Dus die heb ik niet kunnen afwerken. Maar dus, dit maar om aan te geven, als een patiënt dus uiteindelijk toch in rustiger vaarwater terechtkomt, dan is er eigenlijk geen enkel beperking om zo iemand te gaan behandelen. En kun je dus wel restauratief aan de slag. De laatste patiënt. Dit was een heel bijzonder en treurig verhaal. Dat was bij mij in de praktijk, mag de mondhygiëniste een hele kleine primaire caviteit te behandelen. En wat gebeurde hier? Deze patiënt is verdoofd, dus op dat moment van de behandeling 17 jaar oud. Wordt verdoofd en de mondhygiëniste penseelt met de eirotor over het glazuur. En we horen door heel de praktijk een gil die door merg en been gaat. Dus ik spurt naar die kamer en ik ga daar naartoe. Ik zeg, wat is hier in godsnaam aan de hand? Dit is geen normale reactie. Ouders zijn erbij. Er komen allemaal verhalen van, er mag niet met dat materiaal verdoofd worden, want dan heeft ze 6 maanden hoofdpijn. Wordt toch beslist om als zo'n extreme reactie, om toch een 3-sporen anamnese af te nemen. Ik nodig de ouders uit met hun dochter bij mij in de praktijk. En we doen dit interview. En wat blijkt dus eigenlijk, het begint al bij het begin. Het is een hele moeilijke geboorte met omstrengeling, zuurstofgebrek. Psychiater en psycholoog worden er direct bij betrokken vanaf het tweede levensjaar.
wordt natuurlijk direct ADHD vastgesteld. Ze heeft ook bloedarmoede. In 2000 wordt autisme vastgesteld. Ze is een huilbaby. Ze slaapt 2 uur per nacht. En vanaf 2 jaar gaat ze naar een medisch kinderdagverblijf tot haar 6 jaar. Het eerste jaar regulier, daarna terug naar bijzonder onderwijs. Tot haar 11 jaar gaat ze weer regulier. En dan doet ze 3 keer HAVO 4 en nu zit ze op VAVO 4, dus volwassen onderwijs. Ze staat 's ochtends om 5 uur op. Haar moeder heeft Lyme. Ze wordt daarvoor behandeld. Ze is wel heel moe. Ze is suf, slaapt 8 uur per nacht. Ze heeft een speciaal dieet. Een gaatje vullen, dat mag. Maar dat mag absoluut niet met articaïne behandeld worden of verdoofd worden. Want mijn moeder reageert hierop met heftige hoofdpijn gedurende 1,5 jaar. Ze mag ook niet behandeld worden tijdens de menstruatie, want dan is ze gevoeliger. Hè? Tijdens de vorige behandeling, dus toen ik dus de mondhygiëniste dus penseelde over het glazuur van het occlusale vlak van een molaar, heeft ze de hele nacht wakker gelegen en ze viel pas de volgende ochtend om 9:30 's ochtends in slaap. Nu, het bijzondere aan dit interview was dat dit kind, voor 17 jaar, werd elke nacht door haar ouders wakker gemaakt. Elke nacht om 3:30 gingen die 2 ouders, vader en moeder, naast het bed van dat kind zitten om te zeggen hoeveel ellende ze meemaken met haar. Dat ze absoluut later zelf nooit kinderen mag krijgen, want dat kinderen krijgen echt een verschrikking is. En zo wordt dat kind dus eigenlijk volledig door die ouders getraumatiseerd. En het slot van het interview is de volgende. De ouders die zeggen, onze dochter is niet getraumatiseerd, wij zijn getraumatiseerd door onze dochter. Dat was nogal een conclusie. Ook naar Eelco Hakman gestuurd, en Eelco heeft dit ook als heel erg psychopathologisch gediagnosticeerd. Zwaar psychopathologisch, echt levensgevaarlijk, ook maatschappelijk eigenlijk. Hij had daar een bepaalde kleur voor die ik nu niet ga vernoemen, maar dat was echt heftig. Zo'n patiënten appreciëren niet altijd dit soort interviews, want dit was dan, de patiënt verlaat de praktijk en dan 2 weken later stond dit op Zorgkaart Nederland, een waardering die er niet om ligt. Maar goed, dus de waarheid is niet voor iedereen altijd even prettig om te aanhoren. Dit waren mijn webinars. Het is een iets andere insteek als de normale dominante kaders, zal ik zeggen. Mijn eerste, Samen op weg naar een stralend gezonde mond, was eigenlijk een pleidooi voor de arts-patiëntrelatie. Dus we moeten weg van symptoombestrijding en we moeten echte diagnoses gaan stellen. En een diagnose stellen, dat is eigenlijk 3 vragen beantwoorden. Wat zie ik? Waar komt het vandaan? En wat gebeurt er als ik niets doe? Je moet je realiseren dat het een abductief proces is. En dat je de factoren en de cofactoren identificeert die het microbiologisch evenwicht en de occlusale stabiliteit verstoren. Patiënten hebben zelfbeschikkingsrecht, dus ze mogen zelf kiezen of ze het op willen bouwen of af willen breken. En we moeten ze wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Dat doe je dus aan de hand die diagnose van het bekende model ondertussen. Dus je zorgt dat je niet alleen kijkt naar caries, parodontitis en occlusale problematiek, want dat leidt tot odontocentrisme. Daarvoor heb je dan uiteindelijk ook nog... als je dat dus doet, dan krijg je ook negatieve diagnoses. Je wil graag positieve diagnoses, daarom wil je een symptoom benoemen, je wil een diagnose hebben en je wil een prognose kunnen afleveren. Dat doe je in een praktijksetting waar je visie, plan, communicatie, behandeling, honorarium, coaching, protocollen en praktijkvoering op orde hebt. En als dat allemaal lukt, dan krijg je dus inderdaad het verdwijnen van de symptomen en kom je uiteindelijk tot het oplossen van het probleem. We hebben reddingsboeien voor onze patiënten die hun eigen verantwoordelijkheid moeten dragen. Dat is het hele eenvoudige cariesprotocol, dat is het hele eenvoudige parodontale protocol. En dat is het hele eenvoudige occlusale protocol. Dus je gaat voor een reorganized approach, klasse 1 relatie en centrale relatie. Dat zijn de handboeien, of de reddingsboeien waar je gebruik van kunt maken. De tweede webinar ging eigenlijk over het multidisciplinaire karakter.
van de restauratieve tandheelkunde, waar je streeft naar curveherstel. En daar heb ik toen ook het volgende schema aangereikt, waarin je je casuïstiek kunt indelen in 6 niveaus van restaureren en je behandelt ze in de omgekeerde volgorde. Dus je gaat van complex naar eenvoudig. En de grens voor restauratieve tandheelkunde lag tussen de tweede en de derde categorie. En vandaag heb ik dus inderdaad geprobeerd om een mensen een klein beetje te triggeren, los van het biomedische, maar naar het psychosociale, waardoor dat je dus de durf aan de dag moet leggen om door andere brillen te kijken. En dus met name ook de boodschap voor toch ook politiek en verzekeraar, van ja, als je dus inderdaad mensen alleen maar laat kijken door de hedendaagse bril van kostenonderzoeken en dat soort zaken. En wat kost, dan ga je eigenlijk toch nooit goede zorg kunnen leveren. En het is belangrijk ook voor een politiek dat ze de juiste kaders neerzetten. En dat ze dus inderdaad de verantwoordelijkheid nemen. Zeker in een land waar het zo strak gereguleerd is, zorg dan in alle gevallen dat de juiste kaders er zijn. Dat mensen of zorgverleners de juiste diagnoses kunnen stellen. Dank u wel. Dank u wel, Com. Dank u wel, Hans, en dankjewel luisteraars en kijkers. Dit waren mijn presentaties. Mochten er nog vragen zijn, kunnen die nu gesteld worden. En je kunt ook altijd met mij contact opnemen via de website of via de e-mail. Dan geef ik nu het woord terug. Dankjewel, Stefan, voor je hele interessante webinar die je gegeven hebt. Dat blijft een zeer, zeer verrassend iets wat patiënten met zich meedragen. Ik kijk wel eens naar patiënten en denk ik van, het is nu nog een rustige vulkaan, maar ja, je weet nooit wat er omhoog kan komen. Als je iets gaat doen, het mooiste voorbeeld vind ik dat meisje met die, dat je over het glazuur aait en dat het dan helemaal misgaat. Ik bedoel, dat is dan heel zichtbaar dat er onder die vulkaan, zeg maar, een uitbarsting kan komen. Hans. Waar je echt niet op beducht bent. We gaan eerst kijken of er vragen zijn. Wie van de deelnemers aan de webinar hebben nog een vraag? De vragen kunnen ingetypt worden en dan kan Stefan ze beantwoorden. Jij de opmerking? Nee. Nou, we krijgen van Peter Paul Nijssen. In ieder geval een dank voor de bijzonder interessante webinars, Stefan. Hoor je me nog? Even kijken hoor. Ja, er komt beweging. Okay. Kijk, Hans. Ja. Ik weet niet wat je wel of niet gemist hebt, of de andere mensen, maar in ieder geval heel veel dank voor jouw webinars die je gegeven hebt. De opbouw is heel erg mooi. En zoals je het beëindigt, is denk ik heel erg goed, omdat we daar echt allemaal wel mee te maken hebben. Ilko Hakman is een bijzondere docent. Ik zie een vraag van Arjan Starrenburg. Waar kan je de 3 spooranamnese leren afnemen? Ja, dat kun je bij Ilko Hakman leren. Hele interessante spreker. Spraakmakend en levendig. De webinars, dat is ook een vraag. Zijn die nog terug te zien? Ja, dat kan. Dan ga je naar de Kom Nederland website. Dan ga je naar nieuws. En daaronder staan de webinars. Ze zijn allemaal terug te zien. Van Erik de Meijer krijg je een opmerking. Super interessant en mooie eye-openers. Dus dat zijn leuke dingen om te horen, Stefan. Dankjewel. De volgende webinar, die hebben we nog niet gepland. We zitten even te kijken wat we gaan doen met de augustusmaand, of dat een vakantiemaand gaat worden, of dat of we dan toch nog een webinar hebben.
Maar goed, daar krijgen jullie bericht van. In ieder geval kan vast in de agenda, zoals ik dat al heb gezegd, het symposium worden genoteerd op 23 oktober. Daar hebben we 3 spraakmakende sprekers. Waarschijnlijk sprekers die we al in voorgaande webinars hebben gehad. Dan over de COM-leden. We zijn in gesprek met VWS, dat had ik al gezegd. En helemaal nu de KNMT en de ANT weer KNMT worden. Wordt het interessant voor het COM, omdat dat dan nog de enige groep is die zich sterk maakt voor onafhankelijke mondzorg. Dus meld je aan, samen zijn we sterk. Allemaal, luisteraars, kijkers, bedankt voor het deelnemen aan deze webinar. Stefan, jij natuurlijk reuze bedankt voor de 3 keer dat je ons boeiend hebt onderhouden. Degene die op vakantie gaan, die wens ik natuurlijk een hele goede vakantie toe. En wellicht tot de volgende webinar of op het symposium. Hartelijk dank en nog een fijne avond. Dank jullie wel.